Bridget Maasland heeft recentelijk gereageerd op de scherpe opmerkingen van Yvonne Koldewijer. De Juiskoningin liet niet bepaald veel ruimte voor interpretatie toen ze Bridget bestempelde als hypocriet en verklaarde dat ze haar niet meer mag. In haar podcast, The Juice Show, haalde Koldewijer stevig uit naar Maasland, waarbij ze haar recente gedrag bekritiseerde. Die mag ik niet meer. Ik vind haar niet meer leuk, waren haar woorden doordrenkt van ongenoegen. Koldewijer ging zelfs zo ver dat ze Maasland beschuldigde van hypocrisie, met name vanwege haar plotselinge anti houding, terwijl ze nog steeds verbonden is aan RTL Boulevard. Mark Koster, co de host van de podcast, viel Yvonne bij en voegde toe dat hoewel hij vroeger Bridget wel kon waarderen, hij nu ook zijn sympathie voor haar verloren heeft. Hoe reageert Bridget op deze sneer van Yvonne? In een interview met Weekblad Weekend laat ze weten dat ze de podcast niet beluistert. Ze lijkt verward over de plotselinge vijandigheid van Yvonne en benadrukt dat er geen sprake is van ruzie tussen hen beiden. Maar er is meer aan de hand dan alleen deze roddel. Bridget heeft namelijk onlangs een persoonlijke transformatie doorgemaakt door haar levensstijl aan te passen en af te vallen. Hoewel ze zelf trots is op haar prestaties, heeft ze ook te maken met kritiek van buitenaf. Zo kreeg ze onlangs een opmerking op haar Instagram over haar gewichtsverlies, waarbij de volgers suggereerden dat ze er niet meer mooi uitziet. Bridget was verbaasd en verontwaardigd over dit ongevraagde advies, en benadrukte dat het haar keuze is hoe ze eruit wil zien. Kortom, terwijl Bridget Maasland probeert te navigeren door de wereld van media en roddel, blijft ze trouw aan zichzelf en haar persoonlijke groei, ondanks de kritiek en onverwachte aanvallen van anderen.